Een heel goede morgen, wielerliefhebbers. Ik heet u van harte welkom vanuit een van de meest mythische wielerplekken op aarde, de Velodrome in Roubaix. In 1896 werd Parijs-Roubaix, La Reine des Classiques, voor de allereerste keer georganiseerd. En vandaag zijn we toe aan de 115e editie, de allerlaatste editie met Tom Boonen. Dat weet u intussen, want Tom Boonen die was de voorbije weken en maanden overal. En wanneer Tom Boonen hier straks over de streep rijdt, dan zit zijn prachtige carrière erop. En die prachtige carrière kan eindigen met een sprookje als hij Parijs-Roubaix voor de vijfde keer wint. Dat zou een... Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom in Roubaix. Wij zitten op de piste. Renners verlaten de Place General de Gaulle. En dat is in Compiègne. Compiègne, een goede 86 kilometer ten noordoosten zowat van Parijs. Ondanks het latere startuur toch hopen aan te komen zo rond de klok van... Uiteraard draait heel veel rond hem. Bezorgt hij zijn regio, zijn land, een stukje van Europa een delirium? Dat zou zomaar eens kunnen, want Boonen is altijd op het best als het Tom Boonen. Zij, vader André Boonen vanochtend ook, toch wel wat stress is, hè? Cyril Lemoine. We gaan ervan uit dat er bij Cofidis Solution Crédit Florian Sénéchal als kopman uitgespeeld wordt. Tom, we gaan niet beginnen over je laatste Parijs-Roubaix. Weet je nog hoe je je voelde bij je eerste Parijs-Roubaix in 2002? Ja, ik was veel zenuwachtiger dan vandaag. Ja, echt waar. Maar ik ga wel proberen op dezelfde manier te koersen. Dat zal, ik bedoel, mijn eerste Parijs-Roubaix dat was de vroege ontsnapping weg. Dus dat gaat niet lukken. Maar wat met dezelfde onstuimigheid. En ik ga toch proberen om... om niet te veel erbij stil te staan, van het is de laatste. En het moet, want dat gaat niet. Dan maakt de kritieke fouten. Dat zijn dan sparen op momenten dat dat beter niet is en zo. Dus ik ga gewoon koersen. Gisteren, de laatste ploegbespreking voor de wedstrijd. Hoeveel scenario's zijn de revue gepasseerd? Maar één. En dat is? We hebben echt wel een duidelijk plan gemaakt. En voor de rest is Parijs-Roubaix. In Parijs-Roubaix. We kunnen zoveel scenario's beginnen op voorhand plannen, en, maar dat verandert toch altijd in de wedstrijd. Dus gewoon proberen zo goed mogelijk bij elkaar te blijven, communiceren en ja, kort op een bal spelen. En we hebben niet een groot plan. Als we dat kunnen uitvoeren, dan gaan we al niet te veel volk niet meer zijn, denk ik, in de gevaarlijke zones. Heel veel succes en hartelijk dank voor dat. Een quickstep floors voorin. Mannen van BMC daarentegen helemaal verspreid. Zou dat een gevolg zijn van die val? Voor 1 à 2 renners in de buurt houden. Om in het slechtste geval een gat te dichten. Of een man terug te brengen. Nou, kijk eens wat een rotvaart. Ja, hoor. Dit had ik niet voor mogelijk gehouden. Snel naar de hel. En misschien ook snel naar de hemel dan. Chute, la première chute et c'est de bridge. Je me demande si c'est pas le plan B. Voilà Tucker qui est à côté de lui. De l'équipe, je crois, cette année vite que j'ai reconnu Durbridge. Oui, oui, Luke Durbridge. Pied est resté attaché à la pédale. Voilà lui. Et Kenneth Van Bilsen est ressorti hein, derrière ce trio de tête. Infatigable Van Bilsen. 31 secondes, ça c'est le record est battu cette fois. Dans leur Wallace, Delage et Martinez. 2200 mètres. La poussière, la foule, le soleil et le vent, la plupart du temps, 3/4 d'eau. C'est un long faux plat descendant pour ce premier secteur. Sky. Tom Boonen en troisième position. Hein. Oui, Boonen très bien mis déjà la course en tête pour Tom. Et on sait hein, l'importance d'être bien placé dans les premiers secteurs. Et puis là, on a un enchaînement conséquent hein, de pas mal de secteurs, pas mal de kilomètres de pavés. Et c'est Cyril du quasi jamais vu hein, d'avoir une échappée avec un avantage aussi faible ouais. Au moment d'entamer un secteur pavé. Normalement, il y a toujours entre 5 et parfois même 10 minutes. Hein. Oui, c'est clair, on a là un écart très réduit. Donc on aura forcément une course qui va
qui va revêtir beaucoup plus de mouvement puisque l'objectif ne sera pas d'aller chercher ses hommes, mais attention de ne pas laisser partir des coups. Ça va être un petit peu différent, plus de contrôle. La tactique va être au rendez-vous aujourd'hui sur ce Paris-Roubaix, en plus bien évidemment de la force, parce qu'il faut toujours être très fort pour s'imposer à Paris-Roubaix. Et ils vont en avaler de la poussière, regardez ça, regardez ça. Alors ça, c'est une belle image qui nous montre Case dans la roue de Martin, c'est Tony Martin. Voilà Bonnen avec Stannard juste derrière, Lampard, Trentin, Christophe. Tony Martin qui, ne l'oublions pas, a gagné l'étape pavée la dernière fois que le Tour de France est venu ici. Oui. Ah oui, il y a presque deux ans. Hein. On va prendre un peu vent de côté, hein. Alors même si le public vous abrite un petit peu. Regardez, un équipier de Christophe, un équipier de Stannard, un équipier de Sagan, un équipier de Bonnen. Ce sont les treks de Degenkolb qui sont un petit peu plus en retrait pour le moment. Et là, le calvaire commence pour ces hommes, ici en l'occurrence Bono. Regardez derrière la poussière. Ouais. Vous êtes dans les premiers coureurs, la vue est d'aller chercher bien le secteur suivant. Qui est aussi classique. Vous voyez quand même que la plupart essaient de prendre le pavé bien au milieu. Et quand on est sur un temps bien sec comme ça, le haut du pavé est bien plus, je ne vais pas dire lisse, mais en tous les cas, c'est certainement le plus, là où vous avez la meilleure bande de... En tous les cas, sur les images, Peter Post doit s'inquiéter. Et alors là. Ja, Lippi, zijn er? Ja, dat is zo. Ja, we zijn hier. Peloton is er al. Hé, kom op, ze zijn nu de overal, hè. Oeh, ze zijn weer op. Hop. Hey man. Bravo, maat. Stop, stop hier. De beste! Durbridge! Ja, ja, Dokker! Instantanément, trois coureurs Katusha. Ouais, chute. Chute avec, et c'est en tête du, c'est parmi les premiers. Hein. Groenewegen. Et oh ça là continue. Là, bah oui, derrière, c'est dur de freiner, c'est dur de freiner. Et avec la poussière, on ne voit pas clair, il y a un coureur Quick-Step qui est. Et il y a le champion des Pays-Bas, Groenewegen. C'est Lampert qui est pris dans la chute de la Quick-Step. Ah, c'est tombé devant. Hein. C'est tombé aux alentours, j'aurais dit de la 20e place, regardez. Groenewegen, clairement, mais il, je pense, a été amorti par l'herbe. Il y a un coureur AG2R et un coureur Movistar pour qui et qui est ce coureur de la formation? Je me demande. Naassen est dans la chute. Ah là là. Naassen, aïe aïe aïe, quelle malchance.
Un des gros. Weer staan daar mannen te voet. Weer is daar een val geweest hier net over dat stuk veld. En dan moet die tweede groep daardoor natuurlijk. Die motor moet daar weg, die fotograaf, die andere jongens. Maak plaats, jongens. Dan moet hij wat gaan afremmen. Daar is het al gebeurd. Daar zie je wat stuntelig een man van de neutrale diensten. Een man van de ploeg van Trek Segafredo helpen. Ja, hier... Die er gewoon uitgevlamd worden. Zurlo. Daar ligt er weer eentje in het midden van de weg. Movistars. Wat komen ze hier zoeken? Hè? Miguel Bico. Dat is een herhaling. Opstoot. Valpartij. Alweer. Valpartij. Alweer bij een versmalling. Daar voorbij dat bruggetje. Weer iemand van Sky erbij. Daar en rechts. Daar rechts zit Brentle. Die komt nu recht. Bak ook van Lotto. Dit is Brentle. Het is Brentle juist, Michel. Daar ligt er eentje van Direct Energie. En die blijft liggen. Die heeft zich bezeerd. Ik zag ook bloed in de flank. En voor Dylan van Baarle. De gelegenheidskopman van Cannondale. Goed in de Ronde van Vlaanderen. Vierde. Plots reed hij alleen achter Gilbert aan. Katzen bij PMC. Kampioen van Australië. Sagan sterk. Daar Lars Boom. Altijd indrukwekkend. Sophie peddelt. Van Avermaat aan het wiel van Daniel Os. Degenkolb binnendoor. Sterk manoeuvre. Daar zit Heyman. Prachtige beelden, prachtige beelden. En Jappe. En hier zit Tom Boonen. Die komt daar naar voren aan het wiel van een ander. En dat is van Marco Haller. En daar zit Keijsen. Renat. Ja, intussen in de achtergrond terugkeer van een groepje met RVT, Terpstra, Durbridge. En daar zit ook Moscon bij. En ik zie ook nog een pion van Sagan, rug nummer 78. Zag je die move van Boonen, hoe hij dat allemaal inschat. Af en toe het achterwerk wat lichten om niet vol in zo'n put te rijden om die tubes te ontlasten. Tubes die ontwikkeld zijn met de hulp van artiesten van op een ander. Van Continental. Binnengehaald met een iets wat breder loopvlak dat over het karkas loopt. Zodanig dat je wat minder last hebt van pletstoten. Renaat. Kom maar. Ja. Ja, zware val, Nicky Terpstra. Lampaard gaat er hier nu voorbij, maar hij ligt lang uitgestrekt op de keien. De kermen van de pijn, de ex-winnaar Nicky Terpstra. Ik vrees dat dit het einde is van zijn Parijs-Roubaix. Hij kruipt nu weer recht, wordt erbij gestaan door een jonge Durbridge. Ligt hier ook in de berm op de linkerkant. Maar Nicky Terpstra, dat ziet er echt niet goed uit. Ja, jammer voor de Nederlander. En ook voor Quickstep Floors, want dat is toch de tweede man in principe waar je moet op kunnen spelen in de finale. En er wordt ook een lekke band gemeld voor de winnaar van vorig jaar, Matthew Heyman, ook op een slecht moment. Tony Martin op kop. In de stijl die hij nog maar een paar jaar aan het leren is. Maar wat was hij daar nuttig in vorig jaar? Want hier hebben we Imanol. RVT. Het is een probleem denk ik voor Antoine Duchesne. Of wordt hij er gewoon uitgereden? Ik denk dat hij aan het lek rijden is. Anders overkomt je dat niet in die mate. Scotsen die weer wat inhoudt. Dan mag je er toch van uitgaan dat zo'n Scotsen nog wat van belang kan zijn voor Van Avermaat. Precies. Zet er al.
daar de zaal. Hey Peter! Boos te haar. Hoppa. Hier, Lampaard. Hier, Stannert. Allee, een Stannert toch. De Busselen. Hier, dingen, de Runewegen. Heijmen. Heijmen. De Vriezen. Troja, hè? Ja, ja. Duclo! Duclo! Duclo is de laatste. Stem met Red Duclo. Bakkaart. What the fuck, man? Hey! Hey, hear him, Docker! Ik zie hem hardop denken. Gaat hij niet rap genoeg op dit moment? Hij is aan het sleutelen aan zijn stuur. Hij heeft een Umbraco gevraagd. En is zijn stuur aan het vastzetten, Greg van Avermaat. Hij moest even uit de klikpedalen hier. Daar ook heel even een wachtpauze, dat is het van zijn broekmaats. Peloton, de wederrenner van Directe Energie. Even kijken wie dat is met 128, die jongen. Een enorme smak, een koprol. Ik ga ervan uit dat hij ooit judo geleerd heeft. Onwaarschijnlijk, zoals hij daar uitgekomen is, daar nog. Maar ze raken stilaan op. Ze liggen er al. En hier is Stannert, van Stannert staat er weer bij. En Van Avermaat. Van Avermaat. En die raakt nu in paniek. Want dat is voor het bos van Arenberg. Fiets nodig. Fiets nodig voor Greg van Avermaat. Maar wanneer raakt hij daarbij? Greg van Avermaat. Maar wat een geluk dat die jongen, dat die man daar stond met de reservefiets. Ja, dat kun je wel stellen. Zichtbaarheid 40%. En dan dat beeld dat andermaal wat zinderend is. Met z'n drieën valt dat mee, hè? Maar daarachter nu met die hele troep als een razende bende stieren die strook opduiken, dat is wat anders. En opgelet voor het wegdansen, want dan kom je tussen dat volk terecht die staan goede waarde kan omzetten in een goede prestatie. Maar het is nog ver natuurlijk, hè? Het is nog ver van het fameuze zesde uur. De Laage gaat gegrepen worden. Daar de groep van Avermaat. Tenzij er nu een ploeg echt gaat beginnen rijden daar. Hè. Kijk, ze komen tussen de motoren en de auto's. Ze zien ze daar rijden. Dat gaat lukken.
tiende in 2015, negende in 2013. Van Avermaat zit daar wel, de wereldkampioen zit daar dus ook. Tegenkoop zit daar ook nog met Jasper Stuyven. Komen nu voorbij Chavanel en Wallace. Dus dat waren 10 achtervolgers, dat maakt een dozijn. En Quickstep moet daar inderdaad dat zelf gaan bepalen. Moet zelf dat gat gaan dichten. Ze zijn maar met twee meer, hè. Daar Bonen en Stibar. Oliver Naassen. Bonen en Stibar, dat is het enige wat overblijft van die o zo sterk. Sagan met een ploegmaat, nota bene. Niet te lang treuzelen, jongens. Weet maar nooit dat hij in het voet, wat hij in het schild voert. En hij trekt door. Hij trekt door. Is dit een sleutelmoment? Of is dit een voorgift? Stuyven. Stuyven, Sagan, Bot naar een os. Op, Sakai. Daar staat Botnar. Ja. Dus Sagan alleen. Die wacht, want Sagan is lek gereden. Oh. Die wacht, Sagan is lek gereden. Oh, oh, oh. Dan krijgen we een duet in de achtervolging. En waar zit Bonen met zijn gemalen nu? Os rijdt mee, zoals verwacht nu. Met Sagan ging hij dat niet doen. Met Stuyven doet hij dat wel. De anderen nu onder druk zetten. En zijn kopman in een zetel. Natuurlijk om in een gunstige positie te verkeren. Dat is te zorgen dat je er een paar van afschudt. En dan kom je plots weer in een soort van overtal als je met twee bent en voor de rest met enkeling opgezadeld zit. Sagan heeft toch eens een ferm keertje laten zien wat er allemaal op zit. En dat was wel enorm veel. Dat had zowat een glimp van de betere Cancellara. Allee, Os, doe eens een keertje een wonderlambrande man. Greipel. Greipel met een offensief. Sterke vent. Straffendree. Je hebt bij elke move de neiging om enthousiast te worden. En dan probeer ik me in te tomen als ik naar linksboven kijk. 70 kilometer nog. Ja, maar zijn godverdorie, een finale aan het rijden van 150 kilometer al. Maar je hebt toch de bestorming van de muur gezien in de Ronde van Vlaanderen. Dan zou je ze ook voor gek verklaard hebben. Hè? Maar, er hebben hier, zich veel aan mispakt. Hè? Er gaan hier lijken binnenrijden. Bonen. Bonen met een versnelling. En Sagan mee. En Degen die probeert ook mee te grijpen. Van Avermaat moet dan ook. Dat is moeizaam. Maar Van Avermaat, kom aan, Greg. Ja, maar je zou verminderen natuurlijk, hè, na al dat werk. Dit is een serieuze versnelling. Dit is de eerste echte grote cartouche die wordt geschoten door Tom Bonen. 69 kilometer nog. Hop. Allee, vooruit, Tommy. Daar wordt Greipel al opgepuzzeld. Van Avermaat komt. Achtergelaten. Van Avermaat komt wel. Moest daar even bij schakelen. En dan gaan die 30 seconden bijzonder snel wegrollen als dat feestje tenminste doorgaat. Ze zijn ermee bezig. Denk aan de Ronde van Vlaanderen in 2011. Toen seconden sneller wegrollen dan ze dat in het echt deden. Bonen heeft nu weer wat ingehouden. Van Avermaat is blij dat hij mee kan. Degenkolp is sterk. Greipel is ook nog van de partij. En daar rijdt ook nog Bert met de nummer 144. Ah, sterke Bert. Die heeft hier nog de finale gereden. En Dylan van Baarle. En Christophe. Alexander. En Bert de Bakker heeft nog een ploegmaat bij. Sinkeldam. Allemaal vrije pionnen. Ze mogen allemaal in goesting doen vandaag. En dat loont dan. Probleem voor Boissonhagen, zonder enige twijfel. Hier zien we Tony Martin. We zijn weer van een strook af. En we hebben weer een lekkere impuls van Bonen meegemaakt. Ja, en we hebben er hier nog 14 over. En we hebben er nog 2 vooraan. Maar er komen er weer wat aangesloten. Martin komt terug. Twee. Als de stuim. Dat is heel fijn dat ze komt, hè? En die andere. Kijk, training is. Allemaal gratis. Hey, Jasper!
zijn vaste map. Is dat binnen, Kastje? De stofwolken. Nu komt die centraal bonen naar de rechterkant. Hier gaan we misschien wijzer uit geraken. Wat heeft dat positioneren opgeleverd? Daar heb je drie achtervolgers. Worden die nu al belaagd? Daar weer een race motoren. 1, 2, 3, 4. Een aantal zomers zitten in de achtergrond. Ja, is dat een streker? Hier op de Klaes. Die zichzelf echt overtreft in vergelijking met de vorige wedstrijden. Want die vond echt zijn gading niet in alles wat hier voorkwam. Ondanks een uitstekende ronde van Vlaanderen vorig jaar. Daar heb je twee groten. Dan heb je Degenkoop. Dan heb je Van Baarle en compagnie. En ook van Mons Ompeveld. Kijk, Jos van Ende, een naam die we nog niet gehoord hebben. Maar toch zat hij daar nog. En is daar Heijmen. En hier Sagan. Hier hebben we een groep van 9 stuks. Oh, opletten meneer daar met de vlag. Ja, en is nog bezig, hè? Van Nozelaar. Nieuwe golf. Andermaal Os. Maar men laat die alleen begaan. In de editie van Degenkoop in 2015 speelde Bert de Bakker een enorme rol. Os in geen geval een veelwinnaar, wel in tegendeel. Pas gegrepen en nu weer weg. Hier Langeveld. Ja, blijft daar wat tussenrijden. In een soort uitnodigende dans. Wie komt er bij me en gaat er mee rijden? Niet uit te maken. Dus maar beter wachten. Dus zitten we bij Lotto en zitten we bij Roelands. Een reactie hier van Stibar. Van Havermaat twijfelt wat. Hoe lang twijfelen? Daar gaat Sagan. En Bonen nu. Ja, moet hè. Als Sagan moeft, moet je ook. Bonen met Degenkoop en Renaat. Ja, Sagan inderdaad versnelling. Sagan was inderdaad een versnelling, maar het is daar weer bijeen gelopen en dan zie ik weer een blauw hemd wegrijden. Ik kan niet zien van hieruit wie het is. Stibar. Dat is Stibar. Sagan. Sagan onderweg naar Stibar. En nu jongens, aan te sluiten.
Dat is maar 500 meter. Voor je er goed aan begonnen bent, ben je er vanaf. Sagan is hier weg. Waar is Sagan? Daar staat hij, met pech. Het is niet te geloven. Als hij zijn kont ligt, redt hij plat. Problemen voor Sagan die hem... Als hij een manoeuvre maakt, misschien wel de koers kunnen kosten. Dan heeft hij het zitten. Andermaal is hij daar tegen de vlakte gegaan. Nog altijd tussen de auto's. Hè. Is hij gevallen of had hij pech? Dat is de vraag. Ik kijk naar zijn zij, zie voorlopig geen sporen van een val. Wel. Renaat. Er komen er drie, maar Bonen is daar niet bij. En een wanhopig gesticulerende Dimitri Klaes in de groep Bonen. Hij wil assistentie, maar ja, zo diep in de finale. Er wordt barrage gemaakt. De wereldkampioen in de achtervolging is onze eerste achtervolger. Van Avermaat mee. En Stuyven. En Stuyven. En Moscon. We gaan komen aansluiten bij Roelands, bij Langeveld en bij Stibar. Interessante ontwikkeling alweer. Spelbreker voor Naassen. Een onwaarschijnlijke reeks van pech, valpartijen, lekke banden. Alles wat je als mens kunt meemaken in de hel, heeft hij meegemaakt. Maar vooral ook de pech van Sagan. Op de juiste momenten, als hij zijn duivels ontbond. Ver zijn ze niet. Ver zijn ze niet. Helemaal niet. Het pelotonnetje is daar weer wat dichter aan het komen. Ja, daar wordt nu stevig doorgereden. Het is nog allemaal te doen. Het is nog allemaal te doen. 12 seconden tussen Os en dat eerste achtertje, maar we gaan zo dadelijk weer naar een nieuwe kasseistrook en die zou er voor Os misschien wel te veel aan zijn. Of hebben ze Os bewust laten wachten? Dat denk ik niet. Wat zit Roelands daar ook in een riante zetel? Is nu allemaal voor etenstijd? Voorbeelden strekken. Roep Sagan, Bonen op. Ja, alleen vooruit. Alles los. Hier komen de beren. Van Avermaat. Langeveld is Langeveld. Mee. Stibar is een paar plaatsen kwijt. Stuyven zit daarachter. Stibar daar weet weer een plek. Oeh, wat een fantastische crosser. Wat een beweging was met dat. Dan moet je nog quick zijn, dan ben je nog dik in orde. Hij heeft hem van Avermaat fiets met of twee. Een lange martelgang. Hij heeft een fiets of twee, maar Langeveld is ook goed en Stibar ook. Stibar wil nog verder inschuiven. Stibar komt zelfs ter hoogte van Langeveld. Gaat hij ook nog ter hoogte van Avermaat geraken. Hij ziet inderdaad plak aan het buurman van Avermaat. Roelands is weg. Roelands overboord. Stibar zit nu inderdaad bij Van Avermaat. Had daar een moeilijk manoeuvre. Moest weer dat kantje op, dat ruggetje, die boordsteen. Dat kostte hem IJzona een lekke band, maar is wel mee. Stuyven rijdt voor wat hij waard is. Het kraakt. Geeft een lengte of 1, 2. Ook Langeveld zet zich wat opzij. Van Avermaat blijft maar rammen. Stibar kiest dat paardje. Moet toch eens naar de andere kant kijken. Van Avermaat. Nog altijd met 3. Stuyven nog zeker niet uitgeteld, maar er komt nog een lang stuk aan. Er komt ook nog een verlengstuk aan. Hier zien we Bonen met de Degenkoop. Die komen daar bij IJssel, meen ik. Degenkoop rijdt als de shadow van Tom Bonen, hè? Want Stuyven zit vooraan. Bonen daar nu onder IJssel door. Komen wel dichter, hè? Halve minuut. Ja, wat een strijd. Wedstrijdradio meldt 27 seconden. Hier, Oliver Naas. Positie. Hier heb je Peter Sagan. Ja, nu rijdt Stibar en rijdt Bonen. Waar zit die? Tumult in de tribune. Waar is Peter Sagan gebleven? Parijs-Roubaix niet winnen. Stuyven is niet mee. Dus Degenkoop moet meerijden. Weet Degen dat wel. Er komt nog een uitlopertje. Van Avermaat. Berensterk, kracht op die poten. Stibar is mee, Langeveld is mee. Maar alleen wegrijden zit er na die inhaaljacht van 22 kilometer niet meer in. Als het allemaal afgemeten was zonder die pech, denk ik wel. En Stibar, die zit wel in een goede situatie natuurlijk. Hè. Als Bonen blijft druk zetten, dan gaat hij op die laatste stroken kunnen speculeren. Ja. In hem bijvoorbeeld. En daar een soort van genadesteek geven, dat kan ook. Naast een Degenkoop Bonen, wie hangt daar nog aan? Terpstra wachtte in 2014 ook niet. Renaat wacht. Nog veel volk hangt daaraan. Nu Roelands eraf is, mag Greipel ook mee rijden. Stel je voor dat Greipel kan spurten op de piste. Renaat. Achteraan zochten jullie Sagan. Ja.
Hij hangt achteraan de staart van de groep. En ook van alles gezien buiten beeld op Carrefour. Ik zag een koffiediensrenner in de gracht. Ik denk Laporte. Ik zag voor de Carrefour ook nog Klaas die lek gereden was. En ook van hem de lek gereden op de Carrefour. Onkans te groot voor Peter Sagan. Maar wat moet Naassen dan zeggen? Hier heb je Deeg. Stuiven, hè? Was dat Stuiven? Excuseer. Ja, met Moscon. Excuus. 13,5 kilometer nog. Stuiven komt momenteel niet dichter. En wat rijdt die Langeveld ook een fantastische koers. Ja, die is aan zijn herontdekking bezig. En als er een soort van rivaliteit ontstaat tussen deze twee, tussen de echte Belg en de halve Belg, weet je maar nooit. Langeveld eigenlijk in de goede positie. Die kan van die rivaliteit eigenlijk gebruik maken. En ook van het feit dat hij hier roept van, hou wat in. Ik kom eraan. En wat, moet nog meedoen. En wat gaat de Mol nu doen? De jeugdploegleider van Tom Boonen, Degenkolb laten meewerken. Moet eigenlijk wel, hè. Moet eigenlijk wel. Daar zit Os ook. Die gaat natuurlijk niet meewerken. Maar die is dat teruggekeerde keukenleider? Die doet dat niet. Die daarachter zit? Die doet dat niet. Of is dat, dat was het commando van Boonen. En naast hem nu. Naast hem achter Van Avermaat. Opleid mee, Lucas, aan de kant, hè? Hij gaat aanvallen. Hij gaat aanvallen. Onmiddellijk in de reactie.
Wat zit daar nog op? Van Avermaat gaat daar naartoe. Met veel zwier, met veel kracht. Autoritair. En als hij nu doorgaat, met Van Langeveld? Zijn ze Van Langeveld af? Nee. Maar hij gaat niet door met Stibar. Stibar heeft daarvoor te veel gesleept. Was dat het schamele aanvalletje van de laatste kans, Stibu? Of ga je de rest nu in petten houden voor op de Velodrom? Ja, surplassen moeten ze niet gaan doen. Hè. Het is nog 3,7 kilometer. Langeveld die wil rijden. Die doet een tik. Doe jij het nu maar. Ja. Ja. Zie je? Zoals Stagan Terpstra in een positie dwong in Gent-Wevelgem. Maar wat die dan nog uit de benen schudden. Laatste kilometer. Binnenrijden van de piste. We gaan wat horen. Drie mannen die alle drie nog kunnen winnen. Van Avermaat is de favoriet. Met zijn snelheid, zijn explosiviteit, de koers die hij heeft gereden, het voorjaar dat hij heeft gereden. Greg van Avermaat voor een eerste kassei in Roubaix. Of wordt het toch Stibar of Langeveld? Daar komt zo meteen in dat volgende bochtje de piste. Met Van Avermaat op kop. Inderdaad, Stibar aan het wiel, Langeveld. En nu wordt het controlerend kijken naar elkaar. Van Avermaat gaat naar de blauwe band. Wil nog iemand anders op kop? Stibar gaat naar boven. Enerverend spelletje op de piste. Altijd mooi om naar te kijken. Het is wachten op de bel. De bel voor de slotronde van deze 115e editie van Parijs-Roubaix. Wie kleurt de allerlaatste koers die Tom Boonen heeft gereden als winnaar? Wie gaat deze editie winnen? Daar gaan we. Nog één baanronde aan heel lage snelheid. Stibar, dat was even impressionant. Helemaal van boven. En wat doet Van Avermaat? Gaat hij hem tijdig opvangen? Stibar is klaar voor de grote duik. Van Avermaat naar de kop. Het tumult is daar, want daar komt Boonen eraan. Achtervolgers komen binnen. Stuyven en Moscon komen terug. Die gaan onderdoor duiken. Die komen inderdaad zeer, zeer snel. Die komen nu inderdaad in beeld. Ze komen plots, net als vorig jaar, met z'n vijven. En dan gaat Moscon inderdaad duiken. En dan mag je je niet laten ringeloren. Moscon gaat daar de bocht in. En Van Avermaat heeft zich laten insluiten. En Stibar is uit. En komt Van Avermaat nog terug. Komt Van Avermaat nog over Stibar. Komt Van Avermaat daar nog over. Van Avermaat, het moet. Van Avermaat! Van Avermaat! Delirium! 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 Van Avermaat met overmacht. Met overmacht. En hier de sprint voor de ereplaatsen waar Boonen. En daar gaan we voor staan. Op een circa tiende plaats eindelijk. Maar wat een ontknoping, wat een ontknoping. Hoe sterk ben je dan als je je nog laat insluiten in die laatste bocht. En dan toch nog zo'n spurt rijdt om Parijs-Roubaix te winnen. Van Avermaat is de meester van het voorjaar. Ook in de afscheidskoers van Tom Boonen is hij de beste van het hele pak. Eerste in de omloop het Niesblad. Eerste in de E3 Harelbeke. Eerste in Gent-Wevelgem. Tweede in de Ronde van Vlaanderen. En winnaar geknuffeld. Het zoontje van Claudia. Hier. Is leeg hoor. Totenloos. Probleem voor de rest. Maar uiteindelijk ging hij ook toen op een of andere manier stuk. Of ging er wat stuk aan zijn materiaal. In elk geval is niet meer in strijd gekomen. Van Avermaat gaat nu in dat zogeheten World Tour klassement een zee van voorsprong uitbouwen. Ik tel 1, 2, 3. Drie landgenoten in de top. Ik ben de sterkste. Ze moeten goede papieren voorleggen om mij te verslaan. Zelfs de mannen met de betere sprint. En dat is andermaal bewezen. En toen dat weer een keer aan de sprint moesten beginnen, dat was echt zo van, voor waar nog? Ik was blij dat ik er geraakt was en het was toch niet voor de overwinning dat ik meegedaan. Ik heb die ondag eigenlijk niet echt in de running geweest. Ik werd heel hard gemarkeerd door Degen Kolp en die reed dan de lafste koers van zijn leven in mijn ogen. Dus ja, ik heb mijn eigen, maar mijn ere rondjes hebben de jongens die dat verdiend hebben vandaag en ik ben gewoon mijn eigen komen douchen en je moet er ook niet te veel show rond verkopen. Wat doet dat met je, de mensen die hier zo zingen? Het is wel speciaal, ja. Dankjewel, Tom, voor al die fijne momenten.